heb enorm haar aan mijn hand zitten. Zo, even weggooien. Leuk dat je weer kijkt naar mijn hobby YouTube kanaal. Ik heb mijn haar los vandaag. Straks ga ik het een beetje naar voren doen, maar we gaan opmaken. Dus laat ik het nu een beetje naar achter. Nou, geen losse haar. We gaan nieuwe make-up proberen. Ik heb al mijn dagcreme op en ik heb de primer op die ik aan het opmaken ben. Dat is deze. En we gaan beginnen met, die heb ik al een tijdje hoor, de Catrice Under Eye Brightener. Gewoon omdat ik die prettig vind en dan hoef ik geen extra... Ik heb een nieuwe concealer. We gaan hier niet mee beginnen. Ik heb een nieuwe concealer. We gaan beginnen met de Dynessa Myricks Yummy Skin Blurring Balm Powder. Deze in de kleur 1. Dat is... Kijk, nu hebben jullie het gezien, dus nu kan het de verpakking weg. Dat is deze met zo'n spoelietje, spatula, schepje erbij. Het is een draai. En dan krijg je hier de balm. Eigenlijk wist ik niet zo goed, ik begin alvast hoor, wat ik hiervan moest denken. Neem een kwast. Totdat ik het bij een Nederlandse YouTuber zag. Celine. Cecile. En toen dacht ik, ik wist eigenlijk gewoon niet zo goed hoe ik het moest gebruiken. En zij gebruikte het gewoon als een... Ja, zij wilde het als poeder gebruiken, maar ja... Daar vind ik het niet echt geschikt voor. Het is een soort balm. Het doet me denken aan de L'Oreal balm. En ik wist niet goed hoe mijn huid hierop zou doen. Over het algemeen, ik heb natuurlijk een droge huid. Gaat hier wel goed op wat vettere producten. Het enige wat ik hier jammer aan vind, gezien ook de naam. Is dat hij niet helemaal opdroogt. Ik had verwacht. Dat hij helemaal zou opdrogen. Dat doet hij niet. De kleur is voor mij echt helemaal goed. Als jij een vette huid hebt, denk ik niet dat je dit fijn vindt. Ik geloof niet dat je dit kan gebruiken als een poeder. Of als een primer. Maar het is voor mij een balm foundation. Ik probeer hem nu een goede week. Ik heb hem al veel langer in huis, maar ik wist gewoon niet wat ik ermee moest. Ik probeer deze nu een goede week. En ik vind hem geweldig. Het zit heel mooi op de huid. Ja, ik heb hier met mijn hand geleund. Dus. Het maakt mijn huid... Ja, blurred. Misschien een beetje... Maar in ieder geval niet droog. Het ziet er niet droog uit. En dat is de voornaamste reden waarom ik dit een fijn product vind. Het brengt makkelijk aan. Ik weet niet hoe het met een spons aanbrengt. Want ik heb natuurlijk alleen maar de kwast. En ik gebruik meestal een kwast. Maar gewoon omdat ik het een gedoe vind. Dan zit ik eindelijk klaar. En dan heb ik alles. En dan ben ik die spons weer vergeten. Dan moet ik in de badkamer... En dat badkamer is letterlijk hiernaast. Maar het gaat om het principe. Ik weet even uit mijn hoofd niet hoeveel kleuren er zijn. Dynessa Myricks is voor mij niet een heel bekend merk. Ik ken het qua naam. Maar dit, die Blurry Balm Powder, heet het denk ik. Ja, ik vind dat een fijn product. En het blijft hier altijd een beetje tacky bij mij. Hè? En daar hou ik niet van. Maar daar gaan we zo meteen nog wat aan doen. Ja. Het is prijzig, hè. Dus denk erover na. En ga het alsjeblieft niet kopen. Want ik zeg, het is een fijn product.
Dan heb ik de IRL Filter Finish Concealer. Eindelijk in de kleur C3. De foundation die hierbij hoort, heb ik weggedaan. Eigenlijk met heel veel tegenzin. Ik wilde namelijk heel graag dat hij het deed bij mij. En dat deed hij niet. Ja, hij deed het gewoon niet. Even een klein beetje kijken of hij hier ook op doet. Het is een hele aparte... Het doet... Ja, mensen zeggen verschillende dingen. Het doet mij gewoon denken aan een voetje. Het voelt heel lichtjes. Ja, kijk eens. Teppen, hè? Teppen. Dan hou je het pigment op de beste plek. Ja, ik heb hier die lijnen zo van je neus naar beneden. De lachlijnen of weet ik wat het zijn. En als ik dan zo deed, dan zag je helemaal dat het ging scheuren. Dus, ja, weet je, ik had gewoon geen keus. Het zag er gewoon voor mijn ouderen, hè. Ik word volgende maand 50. Ja. Voor mijn oudere droge huid, voornamelijk, hè. En niet gecombineerd, gewoon droog. Zag het er gewoon niet uit. Ja, ik gebruik nooit heel veel concealer natuurlijk. Maar, ik moet zeggen, dit ziet er oké uit hoor. De kleur is oké. Hier heeft hij het goed gedaan. Deze is wat intenser rood, maar nu toch gewoon mooi verdoezeld. Hier verder aan die kant staat mijn doos met nieuwe producten. Ik heb ook de IRL poeder. En ik heb ook de lip whip en zo daarover gesproken. Die leg ik even klaar. Want. Hier liggen al mijn. We gaan een 30 dagen lip challenge doen. Nee, lip look. Affordable lip looks. En daar hoort hij bij. Dus hier liggen nu 30 lippenstiften op een rijtje. Nou ja, nu nog 27, want ik heb een paar gebruikt. En die gaan we dus in de korte video's Het is dus, dit is de press powder. Er staat dan IRL in. Zie je dat? IRL. En hieronder draai je hem open en dan heb je de losse poeder. Die gaan we straks gebruiken. Maar ik gebruik eerst een beetje van de vaste poeder. Om de concealer onder mijn ogen te zetten. En dan zou je zeggen, met een droge huid hoef je niet... Nee, oké, dat weet ik. Maar ik wil het toch. En dit ziet er echt heel smooth uit, moet ik zeggen. Goed. Blush. Daar is hij. De nieuwe Charlotte Tilbury Matte Blush Wand. In de kleur Pillow Talk. Kom eruit. In de kleur Pillow Talk. Deze kun je volgens mij alleen krijgen op de Charlotte Tilbury website. Tenminste, dat hoor ik iedereen zeggen. Of dat echt zo is, dat weet ik niet. Ik heb hem al een keer gebruikt. Dan draai je hem open. Maar dat weet iedereen. Je knijpt een beetje.
En dan draai je hem gelijk weer dicht. Dit is genoeg. Genoeg, ja? Ik hoorde Charlotte Holcroft zeggen, dit is idiotproof. Maar dat is het ook echt. Kijk. Zie je dat? Ik hou ervan. Het is geweldig. Dit is geweldig. Ik heb er nog één. Ik heb de gewone glanzende. Maar deze is echt fenomenaal. Deze is echt goed. Dit is echt goed. Wat heb ik nog meer? Ik heb de RMS... Dat kan ik echt niet lezen. Dat kan ik echt niet lezen. De eye polish van RMS Beauty. Nou, heel even mijn oogschaduwkwastjes. Waar ben je? Ja, deze wil ik. En die heb ik ook al een tijdje. Maar ik heb al een tijdje geen nieuwe producten. En meestal heb ik allemaal nieuwe producten van één merk. Maar nu dacht ik, ach, doe ze gewoon allemaal een beetje door elkaar. Ik ga heel even op zoek of ik kan vinden wat de kleur hiervan is. Dit is de kleur Myth. Eye Polish Brilliant and Brilliant. RMS Beauty. Zo ziet het eruit, klein potje. Dit is een leesbril trouwens. Oh, het voelt heel droog. Het is heel licht, denk ik. Het voelt heel droog. Voelen ze altijd? Oh nee, je moet er even doorheen. Kijk. Ja, dat is beter. Ik maak een one and done eye look. Eén kleurtje, klaar. Het lijkt wel of je het bovenste laagje gewoon een soort filmpje ziet. Wat je dan heel even eraf moet halen, zeg maar. Als laatste doe ik altijd mijn ogen open en dan in de spiegel kijken. Want ik heb natuurlijk hele erge overhangende oogleden. Zeg maar de Amerikaanse hooded eyes. Of de Engelse hooded eyes. Dus ik moet altijd even goed kijken dat hier ook schaduw zit. Zodat het lijkt alsof je gewoon normaal ogen hebt. Zo. Ik vind het een hele mooie kleur. Het is heel gek dat hij in het begin een beetje zo... Wacht even, ik zet mijn bakje even hier neer. Dan kan ik even beter kijken wat er nog in zit. Wat liquid oogschaduwen. Ik heb een nieuwe mascara van de Kruidvat. Ik ben reus benieuwd. Even mijn wimperkruller. En ja, ik ga ook nog mijn wenkbrauwen en zo doen. Maar daar heb ik geen nieuwe producten voor. Dus die laten we gewoon even achterwege. Dit zou Curl and Care moeten zijn. Volume Curl Mascara. Oh ja, ik ga dus draaien. Maar dit is zo'n kliksysteem. Oké, nou.
Wederom, geen al te natte formule. Wat ik niet erg vind, want ik hou van een droge formule. Het geeft niet bang volume, weet je wel? Er springt een adertje in mijn oog. Het geeft ook niet bang krul. Dat. Het is geen Dior Overcurl, zeg maar. Om het daar maar mee te vergelijken. Wat misschien ook niet eerlijk is. Om dat te doen. Nou, even aan de kant. Ja. Hier heb ik een beetje geknoeid. Ja, wat vind ik ervan, weet je? Het is niet de allerslechtste mascara. Oh, kijk. Bij nog een laagje gebeurt er wat. Nood. Twee laagjes. Ja, bij twee laagjes gebeurt er wat. En niet draaien, maar klikken. Nou. Nou, doe ik even mijn wenkbrauwen. Daarvoor gebruik ik de nieuwe Catrice Stick. Toch maar weer in de kleur bruin. Weet je, dit is real life, hè? Ik knip hier niet in. Dus wat je nu ziet, een kwartier lang mij opmaken. Dat is ook echt de real time. Dit is hoe het gaat. Geen filters, geen gelul, geen... Ik hou er allemaal niet van. Ik vind het hartstikke leuk om jullie te laten zien. En het is echt een soort... Make-up is gewoon een hobby. Ik ben altijd een meisje geweest. Maar ik hou niet van gelul. Ik hou niet van gelul, dus daar doe ik zeg maar niet aan mee. Nou, zo is het. We gaan naar de bioscoop. Lippen doe ik niet, want ik ga nu nog wat dingetjes... Oh, we gaan nog afpoederen. Ja, we gaan wel een beetje afpoederen. Ja, wel. Met de... Er zit een plasticje op. De IRL filterpoeder. Ik moet natuurlijk uitkijken dat ik er niet gelijk heel droog uitzie. Maar het is zeker mat. Ik zie dat ik ook met de mascara wat gemorst heb. Het is zeker mat. Ik ga een beetje leven terugbrengen in mijn huid. Met de Maximoor spray. Wow.
Want ik moet er natuurlijk uitkijken dat mijn droge huid er niet heel erg zo mijn kakkelee of zo uit gaat zien, hè. Ja, zo. Ik had natuurlijk al mascara gedaan, hè. Is niet slim. Oké, dit was hem. De Balm Foundation. Ja, ik vind hem geweldig. De concealer, echt prima concealer. De mascara, niet de slechtste, niet de beste. De Charlotte Tilbury blush, ja, echt geweldig. De poeder, ja, het is een poeder. Ik vind de vaste poeder onder mijn ogen het fijnste, moet ik zeggen. Dat ziet er echt heel goed uit. Jawel. De mascara heeft een beetje afgegeven. Maar dat geeft niet. Dit was hem. Nieuwe producten proberen. Het waren niet zoveel, maar ik ga mijn lippen niet doen. Want ik ga nu verder met de 30 dagen affordable lip looks. En die komen dan binnenkort op tv 30 dagen of 31 dagen achter elkaar langs. Dankjewel voor het kijken. Like en subscribe. En dan zie ik jullie bij de volgende.